In deze allerlaatste serie blikken we terug op de afgelopen 100 jaar. En in deze aflevering alles wat je altijd al wilde weten van Leon als ondernemer. Hoe is het om geboren te worden in een familiebedrijf? Ik denk dat ik altijd wel heel erg meegemaakt heb dat mijn ouders heel erg in de weer waren. Ik vond het mooi om met mijn vader mee te gaan, om op de vrachtwagen mee te gaan, om mee naar klanten te gaan. We gingen elke zaterdag een rondje maken en er zaten heel veel cafetaris bij, dus er was overal een frietje of een frikandel of een kroket. Dat waren hele gevulde zaterdagen letterlijk gezien. Aten jullie altijd aardappels vroeger? Nee. Ja. Maar wat als jij geen aardappels had thuis dan? Wat had je dan? Water, macaroni. Uit welk jaar kom jij? 1888, ja. Nee. Hij zat ook op zijn dinosaurus. Ik ben in 1970 geboren. 1970. Dus, ja. Maar dan had je dus al wel macaroni. Hoe ben jij in het bedrijf gekomen dan? Ik haalde op de LDS mijn middenstandsdiploma. Dat was toen de tijd het diploma wat je nodig had om ondernemer te worden. En daarna ging ik door naar de middelbare detailhandelschool. Dat was niet zo'n heel groot succes. Ik was daar op dat moment eigenlijk helemaal niet meer school bezig. En dus morgens spijbel ik het eerste uur en ging naar de Sligro en ging daar Milka lila pauzes halen en blikjes drinken. Ik had van verschillende klasgenoten hun kluisjes gehuurd. Spullen halen om in die kluisjes te zetten en die verkocht ik daar. Dan uiteindelijk bleef ik voor de tweede keer in dezelfde klas zitten. Toen had ik een mentor, meneer Stofmeel. En die ging mij vertellen dat mijn carrière op de MDS voorbij was. Mijn vader zei van, nou dan moet je het ook zelf maar gaan bewijzen ook. Hier heb je een paar klantjes. Ga daar maar mee beginnen. Klein vrachtwagentje kocht ik toen. 4 jaar later, toen Jeroen ook in het bedrijf kwam, is alles weer samengevoegd en zijn we met z'n drieën verder gegaan. En dan word je directeur. Dat mag ik niet zeggen. Aardappelondernemer. Nee. Directeur, eigenaar, CEO. Enthousiast aardappelondernemer. Daar groei je in. Ik kan ook echt wel tijden mijn eigen zorgen maken over dingen. Maar ik denk dat ik ook aan de andere kant het geluk heb dat ik dingen van me af kan zetten. En mensen om me heen heb die zorgen dat die problemen bij me weggenomen worden. Zowel zakelijk als thuis bij mijn gezin. Want hoe belangrijk is ook jouw gezin? Dat is voor mij mega belangrijk. Kijk, we hebben zelf ook natuurlijk het verlies van een kindje meegemaakt. Je beseft hoe waardevol alles is wat je hebt. Hè? Dus je vrouw en je kinderen. Zonder werk kun je niet leven, ja, maar het is niet het allerbelangrijkste. De balans tussen je privé en je werk gewoon heel goed in orde moet zijn. Ja. Om beide vol te houden.